Een jetje vieren met 600 beppensissers, dat komt net alle dagen voor. Fjouwere santig hier is ze worden, de uitsmieter van discotheek Don Pedro in Frenscher. Al zo'n 20 jaar stiet ze alle sneuntejoen bij de door van de discotheek. Maar riocht een bijzondere beppe. In Frenscher is ze trouwens oma. Maar dit is jouw plakje? Ja, hier zit ik. Dus het oude portierwezen, dat zit er nog steeds in bij jou? Ja, ja. Ja. En gooi je er nou wel eens in uit, hier, of dat net? Nee, hier net, nee. Dat is er hier net bij. Oh. Ik zou hem wel eens met me mooi vinden. Ja. Wat zou je mooi vinden? Om een portier. Om in Pittenberg, hè? Ja? Zo. Ja, het zit in mij. En hoe ging dat dan? Kun je dat eens een beetje voordoen? Ja. Nou jongens, je maakt goed verpest. Je komt er jongen net in. Zo de met erop. Weg. Hoe lang ben je op het hier west? 30 jaar. Zo? Mijn plezier. Een heel mooi leven had ik gewoon. Heel mooi. Maar wat vond je daar dan mooi, hoor? De jeugd. Maar we gaan met de jeugd omslaan. Beetje pittig. Ja. Het zit wel niet meer, hè. Ja. Pittigheid. Boah, dit is wel een stuk werst, jouw man. Nee, een stukje werst. Ja, krijgen we een stukje werst? Ja hoor, laat me in de kost. Ik heb beter een stukje zien, ja. Of het zie je, ik wil mijn vies vinden, dat is lekker. Nee, je hek in de roepen wat. Ja. Nee, hoor. Dat is wel lekker, dat geeft niet om. Maak maar even om erin. Ja. Dat heb je niet. Zeg je een zin? Ja, kom maar. Je bent er gewoon, maar daar is het lezen. Want dat is er net. Het is er wel. Nee hoor. Ik ben het drie. Ik geef er niks aan rekening. Dit is de woman dat in net. Nee, woman. Dat kan net kost. Dat is nog wat hier. Is zo, dat is mijn beste stek. Ja, dank je wel. Ja, daar kom je net mee hoor. Dat ding is vierst al wat. Dat is zo droeg als een kwartje. Ik wil hem eerst zien. Ik ken ze met matter wijze. Het is natuurlijk wel eens gebeurd dat er een auto van vernield werd. De riemen naar jou het west. Nee, dat nee, die... dat weer wat oors. Dat hoef ik net te vertellen. Ik kan er wel lekker van, dus. Het lauwt wij. Oh god. Oh, dat vind ik zo. Hier woon ik. Zet je west. Wie is op lekker band erin? Ja, van jou referentie. Voor jou lekker band? Nee, het was lekker band niet. Ja. Patrizie West? Ja. Ja. Wie is er mij, Jaap de Klooster in de Vondwest? Maar zet het nog maar net op. Nee, dat is nou al verjaagd. Er zit niks achter, boven. Ja, wie zit er wat achter? Dat mocht toch wel eens. Nee, die is net wel man. Die man net. Maar de koeien helaas nog in de viertallen van de rok kwam. Ze waren ook weer dat boem, 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 boem. Op je wel lekker band. Ja. Maar waarom is die man lek dan? Ah, die ben lek dus? Ja, die man. Bij de bar, hè. Nee. Ja, zeker. Ze mochten dan ik een steen te pissen, maar dan stien de boeren door te pissen bij de tjerken. Oh. Zit morgen om de tjerken heen. En dan stien ze dan te pissen. Dat mocht allemaal niet. Hè. Dat mocht niet, maar dan wil ik er wel bij. Wat hij nou voor het domme hebben, denk ik. En dan ga ik erover. Kijk, zei mij, ik wil nu een kut televisie. Dus je bent een mooi stijl. Ja. Je hebt hem ook wat al spelen, maar ja. Om alles nou te betekenen. Ja. 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 Nou. Maar daar heeft een bijzondere man dus. Ja. Een oude man, hè. Wat wel een bijzondere man.
is dan niet, hoor. Goeie. Wat ben je aan, man? Ik weet niet wat u zegt. Sorry, maar ik versta geen Fries. Je komt uit Grijs? Zo best. Ik zou het echt niet weten. Ja, de vraag is wat jullie aan het doen zijn. Ja. Maar Joop steent me wel. Ik versteer wel, ja. Ik ga hier wonen. Oh. En vanaf vandaag zijn we eigenlijk de laatste dingen aan het inzamelen. Aha. En we zijn aan het kijken van waar wat allemaal naartoe moet. En waar kom je op? Ik woon in Leeuwarden. En dan zeer binnenkort, dan trek ik dat hele mooie huisje ja. Erbij. Juist. En waarom dacht u, ik ga verhuizen naar Don Ruip? Nou, door omstandigheden. Oké. Okay. En het werd hier aangeboden. En wie is dan hij? Dat is mijn zwager. Oké. Okay. Haar broer. Wie is dan hij? Hij heeft ook een naam, zeggen ze dan wel eens. Ja, hoe heet hij? Ja, hoe zou hij heten? Gerhard. Gerhard? Ja. Gerhard de Groninger. Nou, eigenlijk net niet, maar ik praat... Geboren Drent. Maar... Het is een geboren Drent. Maar als je een eigen toproer wordt Gronings. Toma, heb ik het. Ontje. Ja, tot ziens.